hem wel weer netjes thuis gebracht hoor. Oh, dan ben je een flinke jongen. Flinke jongen, hè? Ja. Studenten hier in Nederland is het vrij moeilijk, vooral in hele groepen. En dan loop je langs of er wordt even gefloten of je krijgt een knipoog en dus je krijgt een klap onder je billen. En dan moet je met zo'n wit pingpongballetje moet je proberen. Dat ik bijvoorbeeld nog even dat laatste geluk eruit kan persen met die mensen. Like most of us, I'm afraid of getting old and of the loneliness that seems to come with old age. But maybe things don't have to be that way. Jordi is a young artist. Hello, come in. And he lives in a unique old folks home in the Netherlands. Living room, sleep couch. He paints and creates craft projects, like this table he made from a piano crate. And you do that a lot with the residents, you make crafts and things. Yeah, I try to do it. And is that a picture of your family? Can you show me? My grandpa and my grandma, when I was younger. It's adorable. Yeah, I love them. I love them a lot. Is it the relationship with your grandparents that helps you be so good with the elderly here? I think also because they they teach me so much good things, how to go around with people, that they know everything. Not long ago, the Dutch senior citizens who live at Humanitas invited Jordi and 5 other students to move in, rent-free. The students all told me that living here is nothing like you'd expect. Maar omdat ik een van de eerste was die überhaupt zich heeft aangemeld, maar dat was voor mij maar puur een gelukje, dat wist ik niet. En omdat ik heel snel had gereageerd van ja, dat wil ik. We krijgen zoveel vrijheid en dat is heel mooi, waardoor we ook... Het belangrijkste is dat we allemaal onszelf kunnen zijn, waardoor we allemaal anders met de bewoners omgaan. Nee, die heeft de voorkant zit er geen één. One of Jordi's favorite ways to spend time with his neighbors is by taking them around the town of Deventer on this specialized tandem bicycle. It's just one of the ways that Humanitas tries to make life in its community a little more fun. Gedaan door het heel simpel te houden, ik wil het warmste en meest gezellige huis van Deventer zijn. Dat kunnen we niet doen met extra personeel, want iedereen weet dat het met minder geld moet, dus ik kan niet meer geld gaan uitgeven, dan is het niet duurzaam. Dus toen dacht ik eerst aan een verbinding met het onderwijs, voor studiepunten of voor wat dan ook. It was CEO Jess Spilk's idea to offer these students rooms at Humanitas. And all she asked in return was that the students spend at least 30 hours a month acting neighborly to the senior residents. Jurrien Mentink says that Humanitas's offer couldn't have come at a better time. Many Dutch students in and around Amsterdam today can't find a room to rent at all. Now off to cook dinner. Yes, dat gaan we doen. Studenten hier in Nederland is het vrij moeilijk, vooral in hele grote steden zoals Amsterdam en Utrecht, om een kamer te vinden, überhaupt. Nee. Om hier te wonen betaal ik eigenlijk helemaal niks. Hey! Jurrien is 22 years old, and his neighbors, like Jokie van Beek, are in their 80s and 90s. Despite the age gap, Jurrien and Jokie's friendship
has a dynamic that often seems like it's between two teenagers. Oh, was mooi. En als dan een beetje de kwaliteit van jou hebt, van het rekenen, dan kun je daar tenminste nog over praten. Ja, precies. Ja. Maar het was wel een mooie meid. Ja? Ja. En regende goed. Ja. Dat ging wel goed. Dat was wel mooi. Ja. Dus, ik heb het wel weer netjes thuis gebracht hoor. Oh, dan ben je een flinke jongen. Flinke jongen, hè? Ja. Ik denk, dat doen we maar. Ja. Maar Fietsland deed niet. Vindt u het nou om naast een student te wonen? Hartstikke fijn. Maar hij kwam toen bij mij. En dat was klikken meteen. En het is zo goed beleefd, hè? Ja. Ik kom elke dag even om te kijken hoe het met me gaat. Want ik ben de jongste niet meer. Ik ben 93. Friendships like this one are exactly what Humanitas is trying to nurture. Oh, dan is het goed. Dan moet ik bij Jukkelie wezen dus. How Jurrien spends his 30 hours a month of service is up to him. His official title isn't staff or volunteer. It's good neighbor. Ik vind deze mensen echt super. En dat valt me iedere keer weer op, hoe dat het echt inderdaad mensen zijn. At Humanitas, good neighbor somehow means being part local, part friend, part grandchild, part social worker, part healthcare provider. And some days, it means teaching an 84-year-old woman to play beer pong. Van de week met dat spelletje ook, met die balletjes, zo, dat was ook zo leuk. Ja. Was, ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt. 10 bekers aan de ene kant en 10 bekers aan de andere kant, die vulden ze met half met bier. En dan moet je met zo'n wit pingpongballetje moet je proberen dan dat balletje in die bier te gooien. En dat moet je opdrinken. Hadden ze moderne muziek, maar dan dat gaan we meedoen, hè. Dat, Ik denk dat de studenten de algemene sfeer van de gesprekken beïnvloeden. Dus dat het niet meer gaat over dood of over ziekte, ongemak van het oude leven. Maar het gaat over jeugd, het gaat over de feesten, het gaat over de vriendinnetjes. Af en toe ben ik natuurlijk ook aan het daten en heb ik iemand mee naar huis op een gegeven moment. En er zijn sowieso twee vaste bewoners waar ik altijd een rondje mee moet maken als ik een nieuwe vriendin heb. En altijd even langs even laten keuren en dan krijg ik achteraf te horen wat ze nou echt van vonden en wat er wel goed was en niet. En ook als je door de gang ziet lopen met gewoon, ja, hij heeft al een vriendin dan weer en het gaat helemaal goed met hem en dan hartstikke gelukkig. Terwijl ik dan zelf denk van, ik weet nog van niets. En, ze zijn heel nieuwsgierig, ze houden alles in de gaten. Alles. Hoe is het? Gaat het nog door? Ja, oh ja, hij is heel romantisch, hè. Oh, goed. Hij doet hartjes op bed strooien als hij s'avonds naar bed gaat. En daar lachen wij dan ook weer over. Ja, hij is ontzettend romantisch. I noticed early on that the students here often talk with a sort of calm beyond their years. They don't often seem in much of a hurry. Jurrien says that that is one of the most important life lessons that the students have learned from their elderly neighbors. En wat ik zie, vooral aan ouderen, is dat ze heel erg genieten van de kleine dingen. Terwijl dat jonge mensen in dat opzicht heel erg gericht zijn op, nogmaals, op hun toekomst. En dat ze bijvoorbeeld dit mooie park helemaal niet zo zien. Ja, daar fietsen ze langs heen of daar rijden ze met een noodgang langs heen op het moment dat ze naar werk moeten of naar school. Wees blij met alles wat je nog hebt. Niet wat je niet meer kan, maar wat je wel kan, en dan ben je gelukkig. The students all talk about Mrs. Hofstede as a role model. For living a full and happy life in later years. She moved in a few years ago. En dit is een warm huis. Als je binnenkomt, de warmte komt je tegemoet. En dat vind ik het bijzonder. She lives on the 7th floor. In a spacious room overlooking the park. And she says she feels younger than her 88 years. Hello.
We zijn getrouwd 28 augustus 1951. At lunchtime, the most social time every day at Humanitas, Mrs. Hofstetter always sits at the same table. You see, the Humanitas dining room is a lot like a high school cafeteria. Mrs. Hofstetter is quite popular, and so she always sits with the other popular girls. Like her best friend Antonia, whose nickname is the trash compactor. Appetite. Yeah. I like that. Yeah. Ja, het is eigenlijk heel typisch, want je hebt zeg maar een bejaarde te huis en mensen denken van dat is oud en stoffig. Maar volgens mij is het gewoon een middelbare school. En als je aan tafel zit of je hebt tijdens het eten, dan heb je verschillende tafeltjes natuurlijk. En dan is deze de nerdy table en deze is de mooie meidentafel. En dit is dan de voetbaltafel met allemaal stoere jongens. En dat zijn dan de groep die horen er dan helemaal niet bij of wat dan ook. And like high school, lunchtime is when the rumor mill really starts to turn. Outside of the time they volunteer, the students are free to live without any special restrictions, going out or bringing people home, just as they like. Ja, er wordt natuurlijk onwijs geroddeld tussen die mensen. En als je dus studenten hier hebt die bijvoorbeeld een vriendinnetje meenemen of een vriendje, om het zo maar even te zeggen. Ja, dan gaan er dingen gebeuren, dan gaan ze dat vertellen, dan komt er een verhaal binnen en dat gaat dan overal naartoe. Dus op een gegeven moment was er een keer een blonde meid bij mij. Ja, dat gaat gewoon echt als een bliksemslicht flits door het huis. En dat is echt heel idioot, maar ook heel grappig. And there's a lot more flirting that goes on than I expected to find in an old folks home. Wat ik wel heel grappig vind is dat het zijn toch heel veel vrouwen die hier wonen. En die houden af en toe nog wel van een flirt met een jonge jongen. En dan loop je langs of er wordt even gefloten of je krijgt een knipoog. En dus, of je krijgt een klap onder je billen. Dat vinden ze allemaal wel, vinden ze allemaal wel heel leuk. En het is natuurlijk wel allemaal met een grapje, maar het is wel, ja. Dames wel eens flirten met de jongens, hè? Dat er een beetje flirten. Oh, dat zou best kunnen. Vindt u dat leuk? Vindt u ik dat? Wel, tuurlijk. Hoort erbij. Ja, toch? The students all like teaching their senior neighbors a lesson from time to time. Everything Mrs. Middleborough knows about the internet, she learned from Jurrien. Oh, zo kun je er meer voor halen. Zie, dat wist ik ook nog niet. Ja, je kunt alles en iedereen wel een beetje bijpakken. Ja, maar je moet het allemaal maar weten. Ja. Ik ben 84 onderhand hoor. But Jurrien says that none of this feels like some community service. He and Mrs. Middleborough, they just like hanging out. En dan kom je ook wel vaker met bij elkaar en we zien u ook overal. Is op het moment zie je dan heb je dat veel leuker met elkaar, hè? Ja, precies, maar dan komen we dat we elkaar een beetje zien. Ja, en dan... ja, maar het is helemaal, je gaat met de jongens om, op laatst dan zijn het net je eigen zoons. Als je mee praat en doet en wat je allemaal vraagt en al die dingen, dan beschouw je het als je eigen familie met gemak. And how do Jurrien's own family feel about him living here at Humanitas? His parents have been as surprised as he has been to find that Jurrien seems very happy here indeed. Toen had ik in het begin best mijn bedenkingen wel van wil je dat wel, kun je dat wel, ben je hier wel gelukkig en dat het heel goed gaat. Het hart op de goede plaats en. There is, of course, the unavoidable loneliness that accompanies dementia. The dementia ward is equipped with everything you could expect, but it has little of the warmth of the rest of the residents. Jordi feels an added responsibility
to help those suffering dementia. Ik had net het voorbeeld gegeven dat af en toe moet je de mensen wel heel duidelijk tegen ze zijn. En bijvoorbeeld vertellen dat hun man is overleden of hun ouders zijn overleden. Wat ze dan gewoon niet verwachten. Maar elke keer zie je die pijn opnieuw. Dat vind ik af en toe wel moeilijk. Die mensen echt intens verdrietig te zien. Maar soms zijn er bijvoorbeeld ook bewoners die blijven net zo lang wachten ergens. En bijvoorbeeld willen niet slapen voordat ze iets hebben wat er gewoon niet meer is. En dan is het wel heel moeilijk. En dan vertel ik het ook gewoon eerlijk. En dan moet ik even bijblijven, even helpen. En dan zijn ze alweer gerustgesteld. Luxius is this man's stage name. But I was never given another one. And I never got the chance to ask. We didn't get to talk for very long. Luxius has lost the ability to talk much about the here and now. Er staan allemaal foto's van me op. Wat ik in mijn leven dan zo'n beetje met goochelen heb gedaan, met van dieren. I saw in Luxius immediately a kind of kindred spirit. And it was like a glimpse of a possible future self, set adrift in my own fading memories. Having exchanged barely a word with him, meeting Luxius affected me a great deal. The hardest thing about living here, old or young, is how often death comes to call. Some of the seniors are still racked with intense longing for lost loved ones. Well, many others, like Mrs. Middleborough, seem almost unfazed by the realities of death. Ik heb daar drie meegemaakt die onder het eten in de zaal, dat die zo dood de stoel bleef zitten. Ja. Maar dat kan ik gewoon tegen. Dat maakt me helemaal niet zo naar over. A few of the students had never seen death up close before living here. For them, facing death has been the hardest and maybe most valuable lesson that Humanitas has taught them. Maar wat wel in mijn hoofd blijft kleven was het feit dat ik een buurvrouw had van 104, die uiteindelijk 105 is geworden, wat ik nog mee heb gemaakt. En die uiteindelijk, toen ik bij haar in de kamer kwam, mij in één keer een plotselinge hand gaf, ze lag op bed, en mij een goed leven verder wenste. En dat ik het beste ervan moest maken. Met het idee van dat ze echt afscheid aan het nemen was. En dat klopte ook, want een enkele dagen daarna was ze ook overleden. En dat blijft even wel bij je zitten. Vooral omdat ik niet de gedachte had dat ik bijvoorbeeld nog even dat laatste geluk eruit kan persen met die mensen. Jurrien is about to graduate from a degree in urban planning. But he's now considering devoting his career to old age care instead. Ik denk dat het uiteindelijk heel erg belangrijk is voor mij als persoon, als persoonlijkheid, later ook in mijn verdere beroep. No matter which direction he chooses from here, Jurrien won't forget the importance of being a good neighbor like he has been to Yoki van Beek. That day he told me that he had started to see the signs of Yoki slipping away. And then, only a few weeks later, Yoki passed on. And I know that Jurrien has missed her since she's been gone. It took me a little while to grab hold of what makes this place different than anywhere else I've been. Humanitas hasn't somehow cut out the hard realities of aging. It's just that it lets so much more than that through its front door. As I went to say goodbye on the last day of my visit, I passed by the weekly wheelchair dance recital. This was the other moment that really stayed with me. A
Again, I could see myself reflected back, years on from now. And for that moment, I really didn't mind the idea of getting old. Next week on Dateline. Doce años que no los veo. Por eso casi no permanezco acá, porque al ver se me parte el corazón. Tengo muchas ganas de decirle te quiero, ¿no? Y te he extrañado. So how are you keeping love alive? La confianza entre la mutua. Él me tiene confianza, yo le tengo mucha confianza. Y pues mujeres luchadoras que vienen a exponer lo que dejamos. Yo les dije, si nos niegan la visa, no tenemos que expresar nada, y si nos la dan, tampoco.